Hallo, ik ben Yves. Ik ben een van de gezichten van onze Watson. De Watson is het leercentrum van onze campus IDNA. We gaan jullie even meenemen in de Watson om te laten zien wat er allemaal te doen is. Onze locatie is eigenlijk bedoeld om dingen te gaan opzoeken, om jullie voor te bereiden voor evaluaties of voor begeleidingen op het gebied van atelier. Dus we hebben hier een aantal lasercutters staan. De 3D-printers staan aan deze kant. En in die zone staan de kleinere machines waar je mee kan schuren en zagen of kunststof gaan plooien. Dus al wat dat handmatig gebeurt, de makerspace in feite, dat is dit gedeelte. Hier zijn we in de hoofdlocatie van Watson, opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is vooral de materialenbibliotheek, waar studenten materialen kunnen komen zoeken. Dus hier kunnen ze hun moodboards bij elkaar gaan zoeken. Materialen kunnen trouwens ook uitgeleend worden. En het tweede deel achteraan is het bibliotheekgedeelte, waar dan de boeken kunnen geraadpleegd worden of uitgeleend worden. We hebben hier ook een virtual reality scherm met apparatuur, waar studenten hun evaluatiejuries kunnen op voorbereiden. We hebben een aantal tafels waar dat vooral begeleidingen op het gebied van techniciteit kan doorgaan. Plantekenen, presentatietechnieken, gebeurt allemaal hier. Dus ik zou zeggen, kom zeker langs, spring eens binnen, ga op onderzoek uit en dan zien we elkaar binnenkort.